Kijk, deze is ook een mannetje. Die zijn zo heel groot. Deze flowkreeft mag dan wel piepklein zijn, maar heeft Nijmeegse wetenschappers veel geleerd over de effecten van klimaatverandering op rivierdieren. We hebben dieren verzameld, we hebben naar het lab gebracht. We hebben die aan verschillende stressvolle temperaturen blootgesteld. En bij de laagste stressvolle temperatuur, dat was volgens mij iets van 30 graden, konden ze het soms een paar dagen volhouden. Omdat in dit onderzoek ook rekening is gehouden met de tijdsduur, werd ontdekt dat de dieren minder veerkrachtig zijn bij hittestress dan gedacht. De onderzoekers vergelijken dit met mensen die in een sauna kunnen zijn, maar er niet te lang moeten blijven. De meeste onderzoeken die vinden altijd plaats op een tijdschaal van een paar uur. En dan krijg je een overschatting van wat de dieren aan kunnen. Dus dan vind je dat ze bijvoorbeeld bij 35 graden pas in de problemen komen. En dan denk je, nou, het is nu 25 graden, dus we hebben nog 10 graden marge of speling. Maar op het moment dat je dus niet over een paar uur kijkt, maar over dagen of weken, dan verdwijnt die marge als sneeuw voor de zon. Dus uiteindelijk zie je dan dat die dieren best wel dicht tegen hun kunnen of tegen de grenzen leven van wat ze kunnen. Hoe schoner het water is, hoe beter deze dieren tegen de hitte kunnen. Deze informatie is voor de wetenschappers erg belangrijk. Al het water hier komt eigenlijk gewoon vanuit Duitsland. Dus de oplossing ligt voor een deel ook bovenstrooms, dus richting Duitsland. Wat daar onder andere al is in gang gezet, is dat er minder koelwater wordt geloosd. Dus het warme afvalwater wordt daar minder geloosd. En waardoor de echte hele hete temperaturen al wat afgezwakt worden. Maar daarnaast iets wat je makkelijker lokaal kan doen, is het verbeteren van die waterkwaliteit. Rijkswaterstaat benadrukt dat bezoekers van de Waalstranden kunnen helpen om de hoeveelheid zwerfafval in het water te verminderen. Bijna alle dieren zijn koudbloedig en die zijn dus heel erg afhankelijk van temperatuur. Dus als ze beter weten hoe die temperatuur effect heeft, kunnen we ze ook beter beschermen. Dus dan moeten we misschien onze menselijke bril vervangen door een flowkreeftenbril.